Dit is een heerlijk licht dessert, vol met invloeden van de zomer. Allereerst begin je met het steken van de meloenbolletjes, nadat je eerst natuurlijk de pitjes hebt verwijderd. Dat zet je apart. Dan doe je ze in een glas. Daar gaan de frambozen over. En uiteindelijk maak je het af met ijskoude prosecco. Totaal geen moeilijk nagerecht, maar wel erg lekker. Eet smakelijk.